Kijkers, welkom bij het tweede deel van In gesprek met. En ik kan u zeggen, hmm, misschien wordt deze pittiger dan het eerste deel, want nu gaan we het hebben over politiek. In het weekend heeft de proclamatie plaatsgehad van onze nieuwste politieke partij en dat is A20. En deze politieke partij staat onder leiding van pastor Steve Reimen. En hij heeft een, een knappe dame in het bestuur als commissaris. En als we naar die foto kijken, moeten we zeggen: dit bestuur, er zitten veel vrouwen in, dus het belooft misschien iets goeds te worden, zeg ik als vrouw. <lacht> <lacht> maar mag ik u welkom heten? Uh, meneer Rijmen, een nieuwe christelijke politieke partij. En u gaat ervan uit dat dat dus het verschil zal uitmaken? Absoluut. Het is een partij gebaseerd op christelijke waarden en normen. En wat belangrijk is voor ons, wij volgen Jezus Christus als onze leider. En hij heeft ons niet alleen geleerd om dienstbaar leiderschap te, te demonstreren, maar hij heeft het ook bewezen dat dat het is. En als we kijken naar zijn leerlingen, dan zegt hij, zijn maar twee grote geboden. Allereerst dat je de Heer uw God zal liefhebben met geheel je hart. En het tweede grote gebod is je naaste liefhebben als jezelf. En iedere dienstbare leider die zijn naaste lief heeft als zichzelf, zal... Niet in de richting van corruptief moeten denken. zal moeten kijken hoe kan ik als dienstbare leider het uh, hoger belang in acht nemen en het hoger belang hoger schatten dan eigen belang. Dus uh, wij volgen het model van hem. En uh, wij geloven dat wij daardoor wel het verschil zullen maken. Maar tegelijkertijd uh, wil ik aanvullen dat, uh, alhoewel de partij een partij is gebaseerd op christelijke waarden en normen, A20 is voor iedereen. Voor alle Surinamers, ongeacht ras, geloofsovertuiging of cultuur. Iemand vroeg: ja, maar kan iemand van, uh, kan bijvoorbeeld een bonoman, zich ook aansluiten zolang. Iedere persoon uh, het belang van Suriname wil dienen, staat de partij open voor iedereen. En wat heel belangrijk is, uh, Carla, is dat uh, wij Surinamers kijken vaak wat ons eigenlijk scheidt. En als we praten over waarden en normen, ook vanuit verschillende religieën, moet je kijken wat bindt ons altijd, liefde voor de medemens. Wat bindt ons altijd, respect respectvol zijn naar elkander. Wat bindt, bindt ons alle? Een nederig hart. Want dat zijn de dingen die ons binden. Dezelfde waarden en normen die wij hebben... zou je ook in andere uh, religieën kunnen vinden. Dus... we moeten niet kijken wat ons scheidt. We hebben een doel. Een target. En dat is Suriname transformeren vanuit een... een land die we nu zien met partijpolitiek. Waarbij je kan zeggen, een groepje politici altijd... Te zeggen hebben over het land, willen we ze brengen naar een land dat eigenlijk meer gericht is op dienstbaar leiderschap. De partij is geproclameerd en dat begrijpt u, hè? Die kritiekmachine begint dan meteen te draaien. Eén kritiekpunt is dat men zegt: waarom moest Rijmen naar Toradica gaan? Waarom heeft hij het niet gewoon lekker sober gehouden als hij zegt hij gaat voor nederigheid? Wel, een van de dingen die belangrijk is, kijk, uh, zolang je als Surinamer jezelf daar ziet, kan je nooit hoger op gaan. Torarika is wel een plaats waar iedereen kan komen. En Torarika is niet Torarika die ik gekend heb toen ik een jongen was. Duidelijke scheiding tussen arm en rijk. Mm. Ik ben vaak in Torarika. Uh, ik zie heel wat mensen daar komen en het is ook toegankelijker en vriendelijker, ook voor de pers. Want daar wij nog geen eigen gebouw hebben, dan begrijp je dat je... Als je de pers uitnodigt, als je mensen uitnodigt, dan nodig je mensen uit op een centrale plaats. Dat voor iedereen bereikbaar is. Als je logistiek in orde moet maken, was dat ook makkelijker. Dus het moment wij onze eigen plaats hebben... Dan is het nog mooier dat we iedereen daar kunnen uitnodigen, maar voor... Dit keer, het was een feest, het was een proclamatie, hebben we gezegd, laten een neutrale plek zoeken. En op dat moment was dat het neutraalste. We konden ook hebben we gezegd, laten we misschien een Am Amos of iets mee van willen sporten Maar voor de logistiek denk ik altijd dat uh, een hotel, waar er altijd evenementen georganiseerd worden... In een ander verband makkelijker is. En het is niet omdat jullie zeggen: we hebben veel geld. Nee, en de locatie was helemaal niet van invloed op de sfeer. Want ik kan vertellen: het was een feest. En het is gepaard gegaan met alle gezelligheid, met alle jugu jugu. Maar tegelijkertijd is de boodschap en de visie die we hebben ook helder naar voren gekomen. Met we gebruik willen maken van een PowerPoint, van de technologie. En dan heb je gewoon een geschikte ruimte nodig. Maar het was gewoon op zijn surinaams jugu jugu feest, gezelligheid. Maar het belangrijkste is, de boodschap hebben we goed en helder kunnen uh, vertolken. De boodschap is helder vertolkt. En nu, tweede kritiekpunt, is uh, nu is A20 geproclameerd als christelijke partij. Maar we horen er zijn ook andere christelijke partijen die zullen opkomen. Zal er een samenwerking, zullen jullie je bundelen, één worden? Ik weet niet als er andere christelijke partijen zijn. Uh, uh, ik, heb, uh, ik denk dat wij de eerste partij zijn die duidelijk naar voren hebben geschoven dat wij een partij zijn gebaseerd op christelijke waarden en normen. Ik weet niet als er anderen komen. Maar, maar als die komen, gaat u samenwerken? Wel, kijk, uh, iedereen heeft zijn visie en zijn roeping. En je gaat er eerst naar moeten kijken en naar moeten luisteren. Om te zeggen, oké, okay, doe je het samen? Wij hebben een duidelijke boodschap, een duidelijke ideologie. En uh, je kan daar direct praten als mensen met je willen samenwerken. Zijn ze eens met onze visie en onze ideologie, de missie en de visie die we hebben, die ideologie. Want daar gaat het allemaal om. Onze ideologie is heel simpel. Dat wij gaan voor een nationale visie. Wij gaan niet voor partijpolitiek, wij gaan voor een nationale visie waarvan we vanaf dag 1 hebben gezegd ons doel is om Surinamers te brengen op een plaats dat zij gaan kiezen voor een technisch kabinet. In plaats van een kabinet waarbij vriendjespolitiek en partijloyaliteit een hoger belang zullen hebben dan het algemeen belang. Ja. Ziet A20 nu in de, politieke, de bestaande politieke partijen misschien een partner om in de toekomst mee samen te werken? Nou, uh, een van de belangrijke dingen is dat er dialoog moet worden gevoerd ja. om na te gaan. Of de ideologie en de visie in één lijn is met dat van ons. Uh, een van de dingen die wij ook duidelijk hebben gezegd te zullen aanpakken, is bijvoorbeeld iets als corruptie. Wij zijn van mening dat de right man on the right place moet zijn. En een van de dingen die we hebben gemerkt de afgelopen tijd, niet alleen nu maar ook decennia ervoor, is dat uh, bepaalde deskundigen structureel eigenlijk op de achtergrond worden geplaatst. Alleen maar om andere personen te accommoderen die behoren tot een politieke partij. Of die loyaal zijn aan een bepaalde partij, waardoor die deskundigen niet aan bod komen en de plannen en het beleid niet kan worden uitgevoerd zoals dat behoort te zijn op basis van de regels die gepaard gaan met het bestuur, zoals transparantie eerlijkheid, de riedelijkheid en billijkheid in acht nemen, enzovoorts. En daarom zeggen wij, wij hebben doelstellingen die erop gericht zijn om rechtvaardigheid te heersen in dit land. En voordat je kan zeggen met wie je gaat samenwerken of hoe je gaat samenwerken, moet je eerst dialoog voeren... Om te kunnen vaststellen, stroomlijnen die ideologieën wel. En als daarvan geen sprake is, dan zal de samenwerking niet mogelijk zijn. Maar als daarvan wel sprake is, dan zou dat eventueel kunnen zijn. Maar het punt is, we zijn nu nog niet daar. We hebben zaterdag de proclamatie gehad. Dus uh, de dialoog moet nog worden gevoerd. Er moet nog veel werk gedaan worden richting de verkiezingen toe. Maar u um, bent een christelijke leider. We hebben in het verleden ook christelijke leiders gezien hoor, in andere politieke partijen. En die net als u, bijvoorbeeld uw slogan is, rechtvaardigheid verheft een natie. Die dit soort zaken ook aangaven. En later zagen we dat wat er voor gevreesd werd, eigenbelang geen prevaleren. En nu zegt u, uh, uh, daar gaan wij niet voor. Welke, wat, welke zaken heeft u ingebouwd om dat te voorkomen? Dat toch... In the end we zien, hey, Rijmen zit helemaal daar zo en rijdt een peperduur auto allemaal. Wat, wat heeft u ingebouwd? Ik denk dat voordat iemand ooit op, de, ooit op die kandidatenlijst komt, gaat die een uh, integriteitscode moeten tekenen. En ook een vermogensstaat moeten doorgeven. Zodat als we merken dat als wij verkiezingsmacht hebben, dat je binnen drie maanden plotseling... Uh, Range over. Range over. Dat we je ja. kunnen aanpakken. Dus we uh, zijn een paar afspraken gemaakt onderling. Eigenlijk, als je kijkt naar het bestuur. Iedereen heeft, heeft die in het bestuur zit, is niet iemand die moet gaan bedelen. Of uh, uh, tenminste stabiel is uh, in, uh, in, in zijn, in zijn uh, economie. Ja. We zijn redelijk. Uh, uh, komen uit redelijke achtergronden. Dan bedoel ik, we zijn allemaal mensen van Moffina Birti, zij is Bekoisi, ik ben Abra Broghi, Pastor Lemme, is Efram Zeke, Evram Zeke, Meredith is van Flora, en Gracielle is van uh, uh, Rangulaweg. Maar we hebben op die normale manier, door studie, door studie, hard werken zijn we gekomen op de plaats, Fadil ook, door studie en hard werken zijn we gekomen op de plaats waar we vandaag zijn. En dat is wat wij eigenlijk willen geven, zeker aan de jeugd, dat je niet, je moet richten op het materialisme, maar dat je vanaf het begin moet studeren, hard je best doen... En als je hard je best doet, dan kan je komen op die plaats. Dus wanneer je al een redelijke stabiele economie hebt voor jouw gezin, is nog niet zo als het weten wordt. Want iedereen heeft het moeilijk, maar is redelijk. We pinaren niet. Dan denk je dat je toch, uh, uh, en zeker vanuit je christelijke instelling, je gaat richten op dienstbaar leiderschap dan iets anders. Ja, ja. Maar in Suriname heerst echt een visie van politiek is vies. En... Gaan politiek en de kerk wel samen? Uh, laat mij het eerst antwoorden. Dan kan Serena het uh, uh, verder op dorp borduren. Politiek is niet vies. Het woord politiek betekent eigenlijk uh, niets anders dan een, een middel is... waardoor het volk regeer mag geven aan personen. Dus wij moeten begrijpen dat politiek zelf niet vies is. De personen die invulling geven aan politiek... En daarom zeggen we, dat moet je integere leiders zoeken. Leiders die een trackrecord hebben. Begrijp je? Maar wat wij nu zien is dat uh, het lijkt dat hoe meer je steelt, hoe meer je wordt bevorderd. En dat zijn dingen die we, waarvoor we, we moeten vrezen in Suriname. Waardoor je merkt dat uh, jonge lui geen... Uh, uh, leerkrachten meer en artsen meer en voetballers meer en wat dan ook, uh, of een, een, een Carla Boetius hebben als rolmodellen. Maar dat ze meer kijken wie heeft het geld. Ja. Maar ze vragen niet hoe is de persoon aan het geld gekomen. Begrijp je? Dan zie je dat mensen, jonge mannen, misschien 24, 25, de duurste auto's rijden en niemand vraagt zich af van waar komt die met het geld. Ja. Dus wij moeten ervoor waken dat wij als A20. Uh, vanaf het begin dat aangeven dat wij duidelijk willen hebben dat mensen rustig groeien en rustig op die normale manier zoals we dat ke ke kennen, gaan groeien op die maatschappelijke ladder en moeten komen waar ze moeten komen. Dat is heel belangrijk. Ik weet niet als er iemand door wil gaan. Ik zou daarom... wat willen aanvullen. Een van de dingen die mij bijvoorbeeld heeft aangetrokken van A20 is dat echt aan het prille begin toen er nog niks in de media was over A20 dat de voorzitter duidelijk heeft gezegd niemand die binnen A20 zit of in het bestuur zit moet denken dat die gegarandeerd is van een post of een functie mm. want daar gaat het niet om terwijl bij anderen uh, ik bijvoorbeeld ook benaderd ben die hebben me gezegd kom bij mij dat je kiest van post. minister wat voor post weet ik niet maar wat post, nee en terwijl bij ons is het juist anders, waarbij we van tevoren zeggen: niet omdat je je heel hard hebt ingezet enzovoorts, ben je gegarandeerd van een post. Want dat is niet waar het bij ons om gaat. Het gaat niet om het dienen van het belang van de partij of van personen. Het gaat om Suriname. En als dat met zich meebrengt dat iemand anders, die bijvoorbeeld zelfs van een andere partij is of van een andere discipline is, die niet bij ons behoort, maar die persoon de best gekwalificeerde persoon is om die job te doen. Dan moet die persoon daar aan invulling geven. Dat is dus ons standpunt. En dat is een van de dingen die mij bijvoorbeeld heeft aangetrokken van A20, heb ik gezegd nee, wij gaan voor transparantie, geen vriendjespolitiek of partijloyalisme. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, dat moet ik echt nog zien. Want dat gebeurt niet in Suriname. We hebben altijd gezien dat er mensen zijn die heel veel kennis en kunde hebben, maar die worden niet ingezet. Dus als alternatief 20 dat inderdaad zou doen, moet echt nog bewezen worden. Ik heb een opmerking gemaakt, en ik vind het jammer, maar dat zal ik blijven maken. Dat we vaak zien dat uh, mensen die vaak kiezen voor de politiek, of vaak kiezen om in een organisatie, om een bedrijf te gaan werken, gaan voor hun eigen belang. Hmm. En dan wat krijg je dan? Je hebt dan een verzameling van egoïsten bij elkaar. Hmm. Dat is overal, zelfs in kerken. Ja. Mensen vergeten dat je moet gaan voor het algemeen en hoger belang. En een algemeen en hoger belang maakt jou tot een dienstbare leider. Ja. Een dienstbare leider is wat moet in staat geacht worden om wanneer dingen niet goed gaan, om die personen te zeggen je moet gaan. Ja. Ja. Maar kerk en politiek? Kerk en politiek. Overal in de politiek zitten zitten, zitten gelovigen. Ja. Dus men praat vaker over dat je kerk en politiek moet scheiden. Maar overal zitten gelovigen. Ja. Dus als de gelovigen zich niet willen profileren als ze zijn gelovigen, dan lijkt het alsof ze nergens zijn. Dus kerk en politiek in mijn optiek gaan samen. Een, een vaak gehoorde kritiek was: die kerkelijke leiders blijven stil terwijl het niet goed gaat in het land. Waarom laten ze hun stem niet horen? Maar ik denk dat mensen willen dat ze hun stem moeten horen vanuit het kansel, laten horen vanuit het kansel, maar niet vanuit een partij. Ik, ik denk niet dat dat helemaal wel Juist omdat wij, iemand maakt een opmerking een keertje: jij zegt, moet de kerk niet het geweten zijn? We zien juist nu dat de kerk vaak compromis sluit. En dat terwijl het verkeer gaat, zie je dat de kerk en kerkleiders juist doen alsof het goed gaat. Ik denk dat wat we nu nodig hebben, dat kerkleiders en mulfis en uh, geestelijke leiders opstaan en uh, de dingen aan de kaak stellen. En aangeven dat er moreel verval is en dat er corruptie is. En dat de waarden en normen vertrappeld worden. En dat het uh, fundamentele recht van ons eigenlijk uh, totaal uh, vertrappeld wordt. Maar nu de resten er enkele maanden. Je moet nog heel veel voorbereiding uh, werk, uh, treffen naar de verkiezingen toe. Wat is het uh, eerstvolgende nu op jullie lijst? Nou, wij gaan de boodschap gaan wij verspreiden en die boodschap komt in de kern neer op een boodschap van geloof in Suriname. Want ik merk net heel veel mensen zeggen van ja, of we gaan niet meer stemmen of na zo oud dan na zo oud. Maar dat is niet waar. Dingen veranderen altijd. Dat is één ding waarvan we zeker zijn er zal verandering zijn. En die verandering kan zijn goed of het kan zijn kwaad. En het is aan ons gelegen om die verantwoordelijkheid op ons te nemen... om ervoor te zorgen dat Suriname ten positieve verandert. Dus de boodschap die wij hebben is een boodschap van geloof in Suriname... en alle natuurlijke hulpbronnen die wij hebben gehad... waarmee wij als land gezegend zijn... die andere landen niet eens hebben. En als andere landen die zo weinig natuurlijke hulpbronnen hebben... kunnen floreren, waarom zouden wij dat niet kunnen doen... met maar een handjevol mensen van 500.000? Ik zie daarom Suriname... Naar hogere hoogtes gaan van ontwikkeling. En de andere boodschap is een boodschap van dienstbaar leiderschap, van rechtvaardigheid, een boodschap simpelweg van hoop. En verandering niet alleen voor ons, maar ook voor de toekomstige generaties. En die boodschap gaan we verspreiden. Dus wat nu als volgend actiepunt is, is dat wij informatiesessies zullen houden. Dus blijft u ons volgen op Facebook, waarbij wij dus kenbaar zullen maken waar dat zal zijn. Zodat de samenleving ons ook kritische vragen gaat stellen over hoe concreet wij denken tot die ontwikkeling te komen. Want wij willen geen loze beloftes uh, doen. Uh, wij hebben concrete plannen en visies en daarover mag de samenleving ons daar vragen over stellen en ons ook ter verantwoording uh, verroepen en ons daarop afrekenen. En uh, dus we gaan de informatiesessies houden, we gaan meetings houden met personen one-on-one. -on -one. uh, dat, dat zijn allemaal de campagneacties die zullen worden gevoerd in het belang van Suriname. Alleen maar om het wij van ons land houden. Dus A20 gaat de verkiezingen in. Alleen. Absoluut, we gaan de verkiezingen alleen in. En uh, we willen bewijzen dat we een trafas dit. Dat is ook onze lezen. Het kan mm -hmm. anders. Mm -hmm. Je kan een verkiezingscampagne voeren zonder dat je personen uh, heel uh, onrespectabel bejegen. Mm -hmm. Zonder dat je politieke partijen uh, uh, aanvalt. Mm -hmm. uh, we willen dat bewijzen. We willen met respect en vrede en liefde. En daarom hebben we ook gezegd dat wij geen uh, andere partijen niet zien als tegenstanders, maar we zien ze als medestanders. Die allemaal medestrijden om zetels te winnen. En daaruit komt er een verkiezingsuitslag. En als de verkiezingsuitslag gekomen is en wij komen als winnaar uit de bus, gaan wij een technisch kabinet vormen. Als dat niet het geval is, dan kijken we wat, wat uh, het volk wil hebben. En dan, zoals ze in het al eerder zei, dan gaat het duidelijk gaan, zijn ze. In lijn met onze ideologie. En als ze in lijn zijn in onze ideologie, dan kunnen we erover praten. Waar gaat de A20 meedoen? Alle die tien districten? Ja, 20 doet mee in uh, alle districten. Want wij zijn er voor heel Suriname. Dus we kunnen niemand uitsluiten. En daarom gaan wij alle districten. We gaan naar Nikeri, we gaan naar Mungo, we gaan naar Coroni, naar Brokopondo. Overigens zijn we al naar enkele van die districten geweest die ik net heb opgenomen. Nikeri was bijvoorbeeld sterk aanwezig bij onze proclamatie. En dat vond ik echt geweldig. Um, dus uh, we zijn al bezig geweest. En wij gaan daar opnieuw voortborduren. Dus heel Suriname mag ons verwachten. En hebben jullie je ledenlijst al in orde? Hoeveel leden ongeveer telt de partij nu al? Er, er zijn, er zijn dagelijkse aanmeldingen. Aan, dus als je vandaag er naar kijkt, dan denk je oké, okay, dit is het. En dan hoor je later dat er weer wat mensen hebben aangemeld. Dus uh, we zijn hoofdvol gestemd. Uh, we zijn een olievlek op het water en we worden steeds groter. En jullie gaan ervoor van jullie halen wel het vereiste aantal leden om mee te kunnen doen straks. Aan de verkiezingen? Ja, dat is wel dat is ons streven. En uh, wij starten niet iets met vrees, maar wij starten met het geloof dat Suriname en de Surinamers ook geloven dat het anders kan. We hoeven niet zo te leven terwijl ons land zoveel potentie heeft. We hadden nooit op deze stand mogen zijn. We hadden veel verder moeten zijn. En daarom geloof ik dat alle Surinamers geloven in een andere wind in een nieuwe wind. Het kan anders, want traf die. Mm. En we gaan dus merken, met wanneer, wanneer is dan jullie eerste officiële campagne, grote. Heel binnenkort, we laten het uh, bekendmaken via de media. Tot nu toe is het meer relaxed gegaan, rustig gegaan, social media. Maar nu, nu begint het. Mm. Nu begint het helemaal. Jullie denken dat jullie het halen? Want het is niet meer een jaar voor de verkiezingen. Nee, we halen het wel. We zijn winners. We hebben een winners mentality. En als je een winners mentality hebt, dan ga je om te winnen. Ja, want iemand heeft gezegd, Rijmen moet niet de vergissing maken om te denken dat wanneer hij een grote congregatie heeft, een grote gemeente, dat ook veel Surinamers achter hem zullen staan als hij de politiek ingaat. Wat vindt u van dat kritiekpunt? Ik denk dat Surinamers ready zijn voor een andere win. Dus het gaat niet eens om de persoon rijmen. Suriname wacht op leiders die opstaan. Wanneer er zoveel politieke partijen nu ontstaan, dan is dat een signaal dat men iets anders wil. En als er leiders zijn die zich geroepen voelen en, en durven te zeggen de dingen zoals ze zijn, de dingen aan de kaak stellen, een jonge dame, een oudere man en andere mensen die dat willen, dan denk ik gewoon dat je die mensen een kans moet geven en moet kijken dat werkelijk zij het anders kunnen. Want er was de. Dus wanneer mensen komen naar de campagne van A20, zullen ze niet horen de, dat doet die dat nee. Nee, nee. Wat zullen ze horen? Absoluut. Nee. Ze, ze zullen bij, bijvoorbeeld als ik, ze, ik. Ik zeg het, de president is mijn president. Ik ben het alleen niet eens met zijn beleid en zijn bestuur, maar is mijn president. Ja. Daar moet u respect voor hebben. Absoluut. Ja, dus wij zeggen ook, we vechten niet tegen personen of partijen. Wij strijden voor Suriname. Natuurlijk, waar zaken onrechtvaardig geschieden, zullen we dat wel benoemen. Maar we gaan niet met veel gaan smijten. Gaan en dat soort van toestanden, wij focussen ons op onze sweetie sanang. Okay. Het kan anders, want Rafa We blijven jullie volgen en wensen jullie heel veel succes. Dank u wel. Nou, kijkers, u heeft het gehoord. Uh, de heer Steve Reyme. Steven. Steven, hè? Waarom zeggen we steeds: Steven? oh ja, oké. Okay. Steven Rijmen en Serena Esset van Alternatief 2020, dat is dus A20, de nieuwste politieke partij in Suriname. Ze gaan ervoor, ze gaan alleen de verkiezingen in en in alle tien districten blijft u ze volgen. En zoals Serena zelf zei, gaat u met uw kritische vraagpunten en opmerkingen. Naar de sessies die gehouden zullen worden. Wij blijven ze in elk geval volgen. Zo ben ik gekomen aan het eind van een gesprek met voor vandaag. In het eerste deel heb ik gesproken met Monique Dekker en Lunus Heuvel over het boek van Monique Dekker, Challenge the Leader Within. En in het tweede deel met deze dynamische leiders van A20 die ervoor gaan. Om Suriname anders te maken, zoals zij het zelf zeggen. Heeft u nog net deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond om 10 over 8 op kanaal 12.2. Tot dan. Goeiedag.